En 3 puntjes erbij, Samuel. Was het nodig? Ik hoorde het je zeggen toen je binnenkwam. Nee, dat was zeker lekker, ja. En we wisten nu, we hebben 3 wedstrijden, geloof ik, waar we niet de 3 punten hebben gehaald. En dan is het toch wel lekker weer dat we die 3 punten hebben gehaald vandaag. En, ja, goed, 2 doelpunten erbij. En Terrell mocht weer scoren. En goede doelpunt van Ben, dus we zijn er blij mee. Ja, het meest lekker is misschien wel de manier waarop, want dit ging echt heel eenvoudig vanavond. Ja, dat was eenvoudig zeg ik. Dan is het nooit makkelijk om een uitwedstrijd te winnen. Maar goed, we begonnen in de eerste helft al de wedstrijd op een grote manier een beetje aan beslissen. We maakten vroeg de 1-0 en dan nog de 2-0 op een zakelijke manier. In de tweede helft spelen we gewoon zakelijk uit eigenlijk. Ja, je zegt het vanaf de tribune. Het zag eruit alsof er niet echt een hele grote inspanning voor nodig was. Ja, dat zijn jouw woorden, maar goed. Ik kan me voorstellen dat het op het veld ook zo voelt. Nou ja, je voelt natuurlijk, dat is, het ding was, ze gingen heel snel door op 1-1, waar er veel ruimtes doorkwam. En tegen mij dan persoonlijk, dat heb ik ook liever, want dan speel je maar tegen 1 verdediger. Dus ben je weg, ja, dan ben je ook echt weg. En dat zie je bij mijn eerste doelpunt, dat ik dan wegdraai met mijn verdediger en ik scoor de goal. En dat kan zomaar best wel beslissend zijn. Ja, zo tikt tellen lekker aan voor je, het gaat goed. Ja, gaat lekker nu. Geloof ik een 9e of 10e wedstrijd en mijn 8e doelpunt. Dus dat ging lekker.